Welkom, collega's, bij deze workshop over plagiaatscanner. Turnitin. Het is een plagiaatscanner van het ROC, die je in principe zo kunt gebruiken. En vandaag zal ik jullie dus laten zien hoe je die kunt gebruiken op het moment dat je die hebt aangevraagd bij Service Desk. Maar voordat we dat gaan doen, heb ik een link met jullie gedeeld in de chat. En wil ik jullie eigenlijk vragen om even antwoord te geven op de vraag: wat weet je nou al over een plagiaatscanner / Turnitin? En of jullie die vraag op Padlet zouden beantwoorden. Even kijken, ik zie dat onze eerste collega aangeeft dat als een student een opdracht via de scanner uploadt, wordt direct gekeken of deze opdracht van internet is geplukt. Wat we, ja, oké. Okay. Nee, dat klopt inderdaad. Dan er wordt een vergelijking gemaakt of er. Of het plagiaat is gepleegd of niet. Lukt het bij jou, Naomi? Nog een type. Oké. Ja, komt ie. Oh Ja, ja. zie je nou? Yes, ik heb inderdaad staan. Oké, wat ik weet is dat het wordt ingezet voor verslag bij studenten die wat zij moeten inleveren. Zo kun je zien als het van internet afkomstig is. Oké, helemaal correct inderdaad. Helemaal correct. Dat is inderdaad de bedoeling bij plagiaatscanner, dat de verslagen worden vergeleken met verslagen op het internet. Daar blijft het in principe eigenlijk niet bij, maar de verslagen worden ook vergeleken met de verslagen onderling. Dus ook de verslagen van studenten onderling. Daar maakt de scan of de plagiaatscanner, die vergelijkt dat ook met elkaar. Dus die haalt ook plagiaat onder studenten haalt die eruit. Dus dat kun je ook zien. Dat is mijn tweede vraag aan jullie. Wat zou je willen weten Ja. van deze workshop? En daarna gaan we vervolgens aan de slag. Even kijken. De eerste reactie die is, wordt de scan voor het www gedaan of alleen voor OneDrive? En het ROC. Ja, dit Even is kijken. ja, niet, want is het dan dat het hele World Wide Web wordt doorgezocht of alleen onze OneDrive van het ROC? Want het Oké. is nogal groot, zeg, als je het over Ja. het hele web gaat hebben. Supergoeie vraag. Het wordt over het hele web bekeken. Dus het hele internet. Dus ook gewoon internationaal. Dus Ja, ook ja, ja. dat ze het hebben vertaald en dan wordt het er ook uitgehaald. Kijk, op het moment dat ze het vertaald hebben, dan is er eigenlijk geen sprake meer van plagiaat, want dan heb je het ook enigszins in je eigen woorden verwerkt. Want dan Oké, zijn er maar. geen overeenkomsten. Maar het wordt wel inderdaad door met alle websites die je maar kunt bedenken, wordt het vergeleken. Dus wat die scan eigenlijk doet, is die haalt overeenkomsten online, Ja. die gaat hij met elkaar vergelijken. En op het moment dat hij overeenkomsten vindt, en dat kan echt op alle websites zijn. Krijg je dat zien van hey, deze student heeft bijvoorbeeld, laten we zeggen, de eerste bladzijde of de eerste alinea, die komt overeen met de alinea op deze website. Maar dat ga ik je zo meteen laten zien. Maar om je antwoord kort te beantwoorden, Monique, hij vergelijkt hem inderdaad met de hele internet. Oké, ja. Even kijken, wat ik zou willen weten is hoe ik het kan inzetten bij verschillende onderwerpen. Hoe stel ik het in op mijn laptop? Goeie vraag natuurlijk, ga ik jullie zo meteen ook laten zien. Goed, is dat het? Ja. Ja, in zoverre wel. Oké, Ja, top. ik heb zoiets van, moet een student dan via de scanner uploaden of moet ik als ik een opdracht binnenkrijg? Goeie vraag. Dat zijn allemaal vragen die ik zal beantwoorden. Oké, okay, goed. Zien jullie mijn scherm trouwens? Even kijken. Het is Want ik even zie nu. alleen het Padlet nog, maar Oké. niet even. Nu Nee, is ik zie alleen het Padlet. het even handig om naar Teams toe te gaan, want ik deel mijn scherm met jullie. Ja, ik Dan zie zal ik. het. Google, Ja. ja. Je ziet Oké. Google, ja. Top, helemaal goed. Oké. Ik ga naar de site Turnitin. Dat is de site waar je dus de plagiaat scanner. Waarin Ja. je verslagen kunt uploaden om te controleren op plagiaat. Zoals je ziet staan, het is de site rockfa.turnitin.com.
gmail.com. Ik zal jullie straks laten zien hoe je een account kunt aanmaken. Maar ik zal jullie nu eerst even laten zien hoe je Turnitin überhaupt gebruikt. Ik heb al een account. Ik log gewoon simpelweg in met mijn ROC-account. Ik heb mijn wachtwoord daarvoor aangemaakt. Sign in. Oké. Ik kan twee dingen doen. Als een individueel student bij mij een verslag... En dit is trouwens de plagiaatscanner site. Als een student bij mij een verslag heeft ingeleverd... Zie ik staan, hier staan, uploaden. Zien jullie dat staan? Ja. Oké. Uploaden. Selecteer bestand. Kies even een kleinere document. Openen. Naam. Piet. Jan. Oh ja, kijk. Kijk, hij was bezig. Zien jullie de eerste document die ik geüpload heb? Ja. Hij ziet staan, similariteit. Dat is dus de vergelijking die hij maakt. Hij is nog bezig met verwerken. Het is een vrij grote document die ik net al had geüpload. En het tweede document die ik ook geüpload heb. Daar is hij ook nog bezig met het verwerken. En ik kan ook exact zien de datum wanneer ik het document heb geüpload. Ik ga hem even refreshen, kijken of die klaar is. Hij is nog bezig. Ik zal jullie zo meteen de resultaat laten zien van wat er uit de plagiaatscanner is uitgekomen. Maar dit is optie 1. Dus je kunt individueel verslagen van studenten uploaden en deze laten scannen. En vervolgens komt daar een resultaat uit van of er wel of niet plagiaat is gepleegd. Maar ik vind dit persoonlijk niet heel handig als je aan een klas les geeft. Je gaat namelijk niet van... Laten we zeggen, als je een klas hebt van 20 studenten of 30 studenten, dat je van elke student vraagt van, hey, stuur me je document op. En dat je die vervolgens moet downloaden op je laptop. En die vervolgens individueel iedere keer moet uploaden. Dat is niet handig, hè? Nee, dat kost heel veel tijd. Dat kost inderdaad heel veel tijd. Dat is optie 1. Optie 2, op het moment dat je echt aan een hele klas les geeft, kun je een map aanmaken voor de hele klas. Zoals je kunt zien, staat hier map toevoegen. Ja. Als ik daarop klik, kan ik de map een naam geven. En dan is het volgens mij handig om de map de naam te geven van de klas waar je je les aan geeft. In dit geval is het workshop groep 1. Ja. En dan staat er onder bestanden die naar deze map zijn geüpload worden gebruikt om overeenkomsten te vergelijken. Die zet ik ook aan, zodat ook de overeenkomsten tussen studenten worden vergelijkt. Dus die zet ik aan en ik klik vervolgens op toevoegen. En zoals je ziet staan, er is hier een map aangemaakt. En in deze map zullen alle verslagen terechtkomen van deze groep. En we gaan het ook gelijk testen. Met jullie, dus de workshop groep 1. Okay, ik heb de map aangemaakt. Stap 2 is, ik moet op deze vierkantje klikken. Als ik te snel ga, geef het alsjeblieft even aan. Hè? Ja, nee, ik begrijp het. Dus ik klik daarop en vervolgens zie je staan dat dit verandert. Hè? Kijk, als ik hem uitzet, staat er alleen map toevoegen, maar als ik hierop klik, krijg ik ook de optie te zien bewerken, verplaatsen en verwijderen. Ik ga hem bewerken. Waarom ga ik hem bewerken? Zodat ik een link eruit kan laten rollen en die met de studenten kan delen, zodat zij hun verslag kunnen inleveren. Dus als ik klik op bewerken, krijg ik de volgende optie te zien. Link voor studenten inzenden toestaan. Die ga ik aanzetten. Vervolgens kan ik een vervaldatum aangeven, dus de einddatum. Laten we zeggen dat je met de klas afspreekt van oké, jongens, ik wil dat jullie verslag voor volgende week gaat inleveren of voor het einde van deze periode, afhankelijk wat jij met de studenten dus afspreekt. Laten wij zeggen voor vandaag dat de deadline volgende week vrijdag is 22 april en ik wil dat jullie hem voor 12 uur middernacht inleveren, 12.00 am. Daar staat hij al op. En hieronder deze link delen. Dit is de link waarmee de studenten
hun verslag kunnen inleveren. Je klikt simpelweg op kopiëren, dat staat ernaast. Ja. En ik heb nu de link gekopieerd. En vervolgens klik ik op opslaan. Ik heb de link gekopieerd voor deze map. Deze link kun je vervolgens delen met de klas. Dat kun je doen via de mail. Ja. Dat kun je doen via Microsoft Teams. Afhankelijk van welke mediaplatforms jij gebruikt. Dus je kunt hem met de klas delen hoe je maar wenst. Wat jij maar makkelijk vindt. Als jij met de klas via Teams communiceert, kun je hem via Teams delen in de chat. Als jij met de klas via de mail communiceert, kun je deze ook via de mail met de klas delen. In dit geval communiceer ik met jullie via Teams. Ik zal de link met jullie delen in de chat. Ik ga even naar de chat toe. En mijn vraag aan jullie is, kijk, ik zal de link plakken. Die zet ik zo in de chat. Mijn vraag aan jullie is of jullie op de link willen klikken en vervolgens zelf een verslag inleveren. Het mag elke verslag zijn die je maar wenst als voorbeeld in te leveren. Om te zien wat de studenten ook te zien krijgen. Zodat jij ook ervaart wat de studenten te zien krijgen op het moment dat zij het verslag inleveren. En als het goed is, hebben jullie allebei op de site geklikt? Of de link? Ja. Oké, als het goed is, zie je staan dat de student de eerste optie, de eerste vraag die hij krijgt, hij moet zijn voornaam invoeren, zijn achternaam en ook zijn e-mailadres. En wat hier zo handig aan is de student krijgt een bevestiging op de mail dat hij een document heeft geüpload. En dat zullen jullie zo meteen ook merken. Op het moment dat jullie je mail hebben ingevoerd, zul je op je mail een bevestiging krijgen van het feit dat jij een verslag hebt geüpload inderdaad. Ja, ik moet eerst even de voorwaarden accepteren. Ja, klopt. Ja. Ik hoef geen bestand te doen, dat is het bestand, nee toch? Jawel. Het is, ik wil even de plagiaatscanner gaan uittesten met jullie verslag. Dan zien jullie ook gelijk. Ik moet de verslag inleveren. Ja. Het mag elke verslag zijn, Naomi, wat je maar wenst. Goed, dus heb je voor mij een bestandje gekregen, een les. Ik ga zelf ook een bestand uploaden. Selecteer bestand. Ik doe even dit bestand. Ik ga kort met de gemeente voorwaarden. Ik ben geen robot. Inzenden. Vervolgens inzending ontvangen. Controle uw e-mail voor een bevestiging dat de verwerking geslaagd is. Dit kan een heel minuut duren. Oké. De reden waarom ik jullie dus een verslag laat inleveren. Ik wil dat jullie ook ervaren wat eigenlijk de studenten ervaren op het moment dat je dit gaat inzetten. En het is vrij makkelijk. Hè? Het is niet heel pittig voor de student. Vrij duidelijk. Vind ik persoonlijk. Ik zal even nu naar de map toe gaan die ik dus net heb aangemaakt. Workshop groep 1. Kijken wat er geüpload is. Als ik daarop klik, zie ik staan. Trouwens, kijken jullie mee via Teams met mijn scherm? Ja. Oké. Zo, ik kan precies zien de drie documenten. Mijn document die ik heb geüpload. Monique en Naomi. Ik zie ook de titel. En daarachter, bij similariteit, zie ik staan de percentage aan plagiaat. Kijk, Naomi heeft in dit geval gewoon een rooster geüpload. En je ziet staan similariteit 0%. Er zijn geen overeenkomsten gevonden met andere studenten of met het internet. Okay. Burgerschap belanggroep 3%. Dat is heel, heel weinig. En ik zie die van Monique is 24%. Monique, ben je benieuwd waar dat op gebaseerd is? Ja, dat lijkt me hartstikke. Ja. Ik vervolgens open hier het document. Ik klik erop. En ik krijg vervolgens precies te zien waar dat op gebaseerd is. En ik zie in totaal 24%, waarvan 21% op de site summaras.studie met een lange link. Ja. En zo kun je zien wat er eigenlijk gekopieerd is van die site. Het is de zin, het nadenken over de vraag of het goed wordt gedaan. Dat wordt natuurlijk uit het zorgpad gehaald, ons digitale leersysteem. Dus het klopt dat je dan natuurlijk ook wel dingen krijgt die dan gekopieerd zijn. Ja,
En de tweede, het is 3%. Gaat het dus niet, dan gaat het om deze, met deze zin. Maar omdat het een hele kleine document is. Even kijken. Laten we naar die 21% gaan. Hij geeft ook aan. Dit zijn allemaal zinnen. Zie je dat staan, Monique en Naomi? Ja. Ik kan hiermee. Ja, precies. En ik kan precies zien uit welke site. Dus als ik naar deze site toe ga, vind ik het daar ook terug. Oh, oké. Okay. En dat klopt natuurlijk, want we hebben een algemene les op de teamsite staan, maar die pas je natuurlijk altijd voor jezelf aan. Dus, ja, en het komt ook uit zorgpad. Oké, dus dit klopt, hè? En wat ik hier wil echt benadrukken, is het heeft wel altijd echt een menselijk oordeel nodig. Om een voorbeeld te geven, kijk, het is deze systeem wat hij doet, hij vergelijkt. Hij denkt verder daar niet bij na. Het heeft dus echt altijd een... Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld een format gebruikt met studenten, student gebruikt bijvoorbeeld een format, deze systeem denkt niet van, hey, dit is een format, dus dit moet ik niet meetellen als plagiaat. Nee, ook een format ziet hij... Zal hij meerekenen als plagiaat op het moment dat meerdere studenten hetzelfde format gebruiken. Dus je moet altijd als docent zijnde zelf beoordelen van hey, zie ik dit als plagiaat of niet. Ja. Okay. Ja, want dat is natuurlijk ook zo. Als je CGI's gaat vergelijken, dat is natuurlijk aan de hand van 6 punten wordt dat beschreven. Dus dan kunnen ze die 6 punten ook erin benoemen. Wat is nou een percentage waar je je zorgen om moet gaan maken? Ja, en dat is een hele goede vraag, Monique. Daar moet je goede afspraken maken binnen de opleiding, zodat je altijd met elkaar op dezelfde manier nakijkt, objectief, en niet dat elke docent het voor zichzelf gaat bepalen. Ik vind persoonlijk dat 10% tot wellicht heel misschien 15% dat eigenlijk dat max is. Oké, dus je zegt al die les die ik nu heb geüpload, is eigenlijk al twijfelachtig. Als je naar het percentage gaat kijken, als ik dan zeg, ja, het is natuurlijk aan de hand van zorgpad gemaakt, omdat het een les is en dan ga je de theorie uit je boek gebruiken, kijk, en de beroepscode, dat is natuurlijk ook iets, daar kun je niet je taal van aanpassen. Daar moet je een aantal dingen gewoon van overnemen. Ja, kijk, daarom in dat geval... Kun je dit soort dingen accepteren? Daarom geef ik aan van het heeft altijd een menselijk oordeel nodig. En afhankelijk van wat voor verslag student inleveren. Op het moment dat het een verslag betreft waarbij ze echt zaken van een site af kunnen moeten halen. Omdat, en dat vervolgens alleen in hun eigen woorden moeten verwerken. Ja, dan is het logisch dat die percentage wat hoger is. Maar als het een opdracht is waarbij zij zelf antwoorden moeten bedenken. Ja, dan kun je die percentage weer omlaag krikken tussen de 10 en 15%. Oké, goed. Ja, want jij zegt het dus ook, je moet in het team afspraken maken. Dus ik kan niet beslissen dat ik vind dat de groep waar ik groepsdocent van ben, al hun CGI-gesprekken via TurnitUp moeten insturen. Want dan moet gewoon een afspraak voor worden gemaakt in het team. Dus niet dat ik zo streng ben. Dat kun je in principe wel doen, maar mijn advies zou echt zijn dat met betrekking tot het inzetten van een plagiaatscanner, dat jullie daar als team zijnde één afspraak over maken, zodat er altijd eenduidig wordt opgetreden. Oké. Okay. En niet dat de ene docent een ander criterium hanteert dan docent B. Volgend jaar, want na de zomervakantie moeten mijn studenten plaatsen voor de TGI-gesprekken inleveren. Kan ik dan wel, zeg maar, met mijn groep als pilot afspreken, jullie noden het up via TurnitUp? Ja, absoluut. Dat kun je en dan kijken zeker hoe dat werkt. En dan eventueel in het team kunnen doen. Absoluut. Dat is ook wat ik zelf heb gedaan, Monique. Zoals je kunt zien. Ik weet niet of jullie dat net gezien hebben. De twee mappen, VPW, IMB, 0A en de BBL groep.
Dat zijn twee klassen waarmee ik eigenlijk een pilot heb gedraaid en die hun zij moesten hun verslagen via Turnitin inleveren. Dat kan ik zeer zeker aanraden om inderdaad een pilot voor jezelf te draaien, om even aan te kijken hoe het nou werkt en of het allemaal goed, zodat jij vervolgens je team ook daarover kunt informeren en inlichten hoe het precies werkt. Ik ga jullie nog één tip hierover geven, Monique. Ja. Dan ben ik klaar. We hebben dus een map aangemaakt. Jullie zien nog steeds mijn scherm, hè? Ja. We hebben een map aangemaakt. Ik heb een link met jullie gedeeld. En de manier hoe ik het heb aangepakt, zo kun je het eigenlijk ook precies doen met jouw klas. Je maakt een map aan. Je voert een einddatum in. En vervolgens kun je die link delen met jouw studenten. En middels die link kunnen zij dus hun verslag inleveren. En je hebt gezien, het is heel simpel. Ze hoeven alleen hun voornaam in te voeren, achternaam, e-mailadres, het verslag uploaden, de voorwaarden accepteren en ze kunnen hem dan zo inleveren. Vervolgens krijg jij als docent zijnde de verslag in die map die je hebt aangemaakt, krijg jij de verslag te zien. Stel je voor, je hebt een student, die levert hem niet via de link in en die stuurt hem jou via de mail op. Na de einddatum, omdat hij misschien in het ziekenhuis was. Die heeft een geldige reden waardoor hij niet via de link heeft kunnen uploaden. En het portaal die is dicht, die sluit. Die komt naar jou toe. Juffrouw of meester, ik was ziek waardoor ik het niet heb kunnen inleveren. Ik zou graag mijn document en mijn verslag nog steeds willen inleveren. Kan dat? En dan kijk je, oké, ja, prima. Je hebt inderdaad een geldige excuus. Wat kan je dan doen? Wat je dan kan doen, je hoeft voor die student hoeft niet nog een keer een nieuwe map aan te maken. Als je naar de map zelf toe gaat, dus in dit geval workshop groep 1, zie je nog steeds de optie uploaden staan. Zien jullie dat staan, dames? Ja. Als ik daarop klik en ik vraag bijvoorbeeld de desbetreffende student, oké, weet je wat jij mag doen? Jij mag jouw mail gewoon naar mij mailen. Die student doet dat. Die document ga ik downloaden op mijn computer. Ik ga naar de map toe. Ik klik op uploaden. Selecteer bestand. En ik kan vervolgens zo het document van deze individueel student inderdaad gewoon toevoegen. Ik voer de naam in van deze student. Laten we zeggen dat ik het ben. Khalid. Is te laat. Dan bevestigen. Hij zit staan bezig met uploaden. Hij is aan het uploaden, de eindopdracht sociaal-maatschappelijk dimens. En hij is geüpload. Zie je dat staan? Ja. Khalid, ik hoor je dus ook zeggen van, jij moet hem dan eerst downloaden, dat verslag. Dus ja. Als ze het via OneDrive met je delen, dan kun je dus niet via OneDrive in Turnitin. Dat kan ook. Kijk, als ik nog een keer klik op uploaden, zie je staan, slepen of neerzetten. Of selecteer bestand, of zie dit icon, deze figuurtje, dit is OneDrive. Als ik daarop klik, kun je ook middels OneDrive documenten selecteren. Selecteer bestand van, of nee, Google Drive. Ja, dus het is geen OneDrive. Nee, geen OneDrive inderdaad, sorry, excuus. Google Drive. Oké, dus dat betekent dus wel als we het via OneDrive doen, dan moet je het eerst downloaden op je computer. En dan zeg maar in Turnit inzetten en dan wordt het gescand. Ja, precies. Ja. Maar dan gaat het echt, kijk, het laatste document die ik heb geüpload, zien jullie dat staan? Die is 28%, dat is inderdaad hoog. Je bent gezakt. Ik ben inderdaad gezakt. Maar het gaat dus echt om uitzonderingen. Kijk, over de grote meerderheid van de klas, die levert hem gewoon netjes in via de link op tijd. En je hebt natuurlijk altijd uitzonderingen waarbij die kunnen optreden. Waarbij studenten gewoon een legitieme reden hebben om iets te laat in te leveren. Dan is dit nog altijd een alternatief om alsnog een document of verslag in dezelfde map van hun klasgenoten up te loaden. De verslagen van de CGI-gesprek moeten natuurlijk uiterst 2 weken van tevoren worden ingeleverd. Ja. Dus als je dat via Turnit in doet en hij sluit dan, dat betekent dus ook als je te laat bent dat je gewoon niet meer mee kan doen. Ja, precies. Dus het heeft ook zijn voordelen. Het geeft ook voor de studenten aan van luister eens, het is een examenonderdeel, dus je moet ook gewoon op tijd het inleveren. Ja, ik zie er ook wel heel veel voordelen in.
om daar eens mee te gaan experimenteren. Absoluut. En laatste punt, namelijk, hoe krijg je nou toegang tot Turnitin, tot het systeem? Dat is eigenlijk heel simpel. Service Desk. Je mailt Service Desk met de vraag, beste collega's, ik wil graag dat mijn account gekoppeld wordt aan Turnitin. Zij zijn ook de enigen die bevoegd zijn om jouw account te koppelen aan Turnitin. En jouw ROC-account wordt gewoon gekoppeld aan Turnitin. Je ziet staan, ik ben ook ingelogd met mijn ROC-mail. Ja. Dus hoe je hieraan gekoppeld kan worden, dat is middels Service Desk. Dus je stuurt een mail aan Service Desk met de vraag of zij jou willen koppelen aan Turnitin. En het is, voor ons is het gratis, hè? Voor de docenten. Ja. Oké. Dat was het. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad.